De toegevoegde waarde van Netspar bij de noodzakelijke pensioenhervormingen ligt hem vooral in het kunnen vertalen van de meest recente wetenschappelijke inzichten naar de concrete oplossingen voor de problemen waarmee we vandaag de dag worden geconfronteerd. Daarnaast kan Netspar ook een rol spelen als honest broker. Er zijn vele spelers op het pensioenveld, die hebben allemaal opvattingen, maar ze hebben ook allemaal belangen. En Netspar is in staat om enige ordening in al deze argumenten aan te brengen en dat onderscheid tussen opvattingen, inzichten enerzijds en belangen anderzijds aan te brengen. Ik kan meerdere voorbeelden geven van de toegevoegde waarde van recente Netspar-onderzoeken. Ik denk aan het onderzoek naar ZZP'ers en pensioenopbouw, wat een zeer vroeg stadium al dit acute probleem onderkende. Ik kan het voorbeeld noemen van de toegevoegde waarde van intergenerationele risicodeling. Ik kan het voorbeeld noemen van hoeveel pensioenopbouw bij verschillende inkomens eigenlijk optimaal zou zijn. De interactie van pensioenen met wonen en zorg, dat is ook iets wat in dit huis zeer van nabij wordt gevolgd en wat ook onze buitengewone belangstelling heeft. Dit zijn eigenlijk allemaal voorbeelden van zeer gedegen onderzoek, maar ook zeer beleidsrelevant onderzoek. De grote uitdagingen voor de pensioenwereld in de nabije toekomst zullen zijn gelegen in het nieuwe pensioencontract en de implementatie van dat contract. Allereerst is er nog het nodige denkwerk te verrichten over hoe dat contract er precies zou moeten uitzien. En op het moment dat dat is uitgedacht, komt natuurlijk de tweede uitdaging: hoe te komen van het huidige pensioencontract naar het nieuwe pensioencontract. Daar zullen allerlei transitievraagstukken opkomen en ook op die vraagstukken zullen we een antwoord nodig hebben waarbij de meest recente wetenschappelijke inzichten van pas kunnen komen.